ga even een video maken over mijn afzuigsysteem. Kijk, er zit hier een opening in de vloer. Het zijn allemaal vakken. Daar is een vak, daar is een vak. En er wordt er gewerkt hier hoor. En deze vak blazen, lucht erin. En hier heb je nog een buis. En die buis, dat is de retourpijp. Nou, dan zal ik het jullie even laten zien waar ik het over heb. Die generator en de microfoon van deze telefoon, die twee dingen gaan niet goed samen. De hele video wordt verpest. Iedereen denkt dat die generator gaat knallen. Zo fout gaat het met die geluiden. Dit wordt nog schoongemaakt hoor, want de hele boot wordt opgeknapt. Nou, hier zijn we dan in de generator. Dan zie je daar, zie je een buis. Nou, daar komt nu een windje uit. Ik zal de, even kijken. Even de telefoon erbij doen. Dan kun je het windje kun je horen. Snap je? Dus in de vloer daar beneden zit een buis. Die blaast het naar binnen. En dan zit er hier, zie je hem daar, zit er nog een buis. Op de generator. Daar gaat de lucht van de generator, die heel warm is, gaat dan weer terug de woonboot in. De uitlaatgassen zitten hier goed in de buis. Dus de uitlaatgassen lekken niet die buis ook in, want dan zou je jezelf vergiftigen. Er komt nog een CO2-alarmmelder komt er in de boot. Maar zo dus, in het ene gat komt het binnen. Het andere gat gaat er terug. Dus we gebruiken de generatorwarmte om de binnenkant te verwarmen. En dit is ook een demper. En daar komt de uitlaatgas uit. Als je dit ding aanzet is het heel stil. Maar deze microfoon van de telefoon erin gaat iets niet goed. En in plaats dat je een heel zacht geluid hoort, hoor je een verschrikkelijk rot geluid. Dus vandaar dat ik hem even maak zonder draaiende generator. Maar dat is hem dus. En zo is deze generatorkast. Ja, ik heb aan de onderkant van de generator zit er ook een ketting doorheen. Voor als iemand hem eruit wil trekken, is hij geblokkeerd per ketting. Dit even schoonmaken. Nou, generator in een kast. Dan is hij weg voor de dieven. Dan is hij uit de regen. Dan is hij opgeborgen. En hij kan gewoon hier binnen draaien. Want zijn warmte wordt per direct benut. En de uitlaat gaat in een grote ruimte hier ook. Dan komt het hieruit en dan hoor je van de uitlaatgeluiden hoor je ook niks meer. Dus zo doe je dat dus met je aggregaat. Als ik per ongeluk compressor zei, ik bedoel de aggregaat. Maar zo doe je dat dus. De ultieme oplossing voor je generator en alles in één pakketje.